Wekelijks kijken we mee door de lens van een amateurfotograaf. Vandaag gaan we met Bart Heirweg naar de Langemeerse, een natuurgebied bij Oudenaarde. Voor Bart de plek waar hij in de zomer de mooiste foto's kan maken. Ik sta altijd vroeg op om hier te kunnen zijn, nog voordat de zon opkomt. Om bij het eerste licht eigenlijk al klaar te staan, omdat ik dan gebruik kan maken van het mooiste licht van de dag. Ik ben eigenlijk opgegroeid in de Vlaamse Ardennen, dus ik ben altijd omringd geweest door natuur. En zo, daar is mijn interesse ontstaan. Ik ben dan in mijn jeugd beginnen vogels kijken. En daarna, ja, je wilt die vogels ook wel een keer op foto vastleggen. Je koopt je eerste camera. En zo is dat eigenlijk allemaal altijd verder gerold. Ik kom hier in de Langemeersen heel vaak. Rond deze periode is dat eigenlijk meer dan wekelijks. Het is hier altijd wel iets te fotograferen. Je hebt hier altijd die mooie beek. Die bomen die nu echt mooi in het blad staan. Bepaalde weidjes staan vol met gele bloemen. Dus er zijn hier altijd wel genoeg elementen om een foto mee te maken. Mijn landschappen lukt het mij veel beter om mijn gevoel in de foto's te leggen. Om sfeer in mijn foto te steken. Door te werken met licht, een beetje mist. Een goede compositie. En ja, dat lukt mij blijkbaar veel beter dan dat lukte met vogels. Ik fotografeer altijd op statief, omdat ik 's morgens en 's avonds weinig licht heb. En dat is gewoon nodig om de camera stabiel te houden. Verder gebruik ik ook altijd een afstandsbediening om de trillingen die eventueel zouden kunnen ontstaan bij het afdrukken te beperken. En dan zie je ook dat ik altijd filters heb gebruikt. Mensen denken dat dat trucage is, maar eigenlijk probeer ik met die filters gewoon de beperking van de camera op te heffen en te kunnen fotograferen wat ik met het oog zie. Ik werk als webontwikkelaar en ik zit eigenlijk de hele week achter de computer. En dan in het weekend moet ik echt wel buiten kunnen lopen. Precies alsof dat dat de natuur roept. Ik moet echt wel een keer buiten kunnen. Een keer weg van alles. Ik ben enorm gepassioneerd met mijn fotografie bezig. Echt bijna fanatiek, laat ik het zeggen. Dus alle tijd, vrije tijd dat ik heb, kruipt daarin. Het is ergens ook mijn droom. Of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval er echt aan het voor gaan. Hopelijk is er ook een moment dat ik er bijna fulltime kan mee bezig zijn. Wil je de foto's van Bart Heirweg nog eens bekijken? Dat kan op de website. Eind augustus kiezen we de amateurfotograaf van de zomer.